Hallo allemaal, ik ben Anna Magdalena Zijne, ik ben astroloog en coach. En ik ga jullie vandaag vertellen over de aankomende nieuwe maan van 1 oktober. En we hebben allemaal een roerige periode achter de rug. Dat waren de drie verduisteringen die sinds eind augustus en de hele maand september hebben gevoeld. Twee maansverduistering en een zonsverduistering. Misschien hebben we keuzes gemaakt, misschien zijn er turning points in jullie levens geweest. Ik ben zeker dat niemand is gebleven zoals het was. Inzichten gekregen misschien in de handelingen daarvoor, in keuzes die we gemaakt hebben. En misschien veranderingen in patronen en in allerlei zaken dat wij niet tevreden mee waren en wat misschien de eclipse naar boven hebben gebracht, dat energie van ik wil veranderen. Hè. En nu zijn we een klein beetje de naveen aan het voelen van die periode. En dit was een heel moeilijke periode voor ons allemaal, dus nu hebben we een soort van eventjes rusten na een zware periode. Maar het is nog niet helemaal over. Want we voelen het nog trekken. Nieuwe maan 1 oktober is in het teken weegschaal. En wat maakt dat het weegschaal en weegschalen, mensen met de zon in weegschaal, met ascendant in weegschaal, maar elke andere planeet dat in weegschaal is, of gevoelige punt in de horoscoop, zal deze nieuwe maan meer voelen dan anderen. Nou, het is zo dat elke horoscoop een unieke plaatje is. Dus wij kunnen niet een algemene prognose maken dat toepasbaar is voor iedereen. Zeker niet die 12 sterrenbeelden, dat kunnen wij ook niet. Wij kunnen een schets maken van wat het kan zijn, maar goed, een horoscoop is iets heel unieks. En er zijn bijna geen twee horoscopen hetzelfde, behalve bij tweelingen. Maar daar wel heb je ook weer verschillen, kleine verschillen in. Hè? Voor iedereen andere keuze, andere manier van omgaan met de energie van de planeten. Dus ik denk dat deze nieuwe maan vooral een groot effect heeft op de hoofdtekens. Ramweegschaal, kreeft en steenbokken. Want dan, dus vooral voor weegschalen denk ik. En mensen met een weegschaal ascendant hebben wij meer de kansen om nieuwe zaken, iets nieuws te beginnen. Zon en maan zijn in weegschaal. Het is ook de nieuwe maan dat aan het gebeuren is. De nieuwe maan is exact om 2 uur en 11 minuten in de ochtenden op 1 oktober 2016. En dat is een periode, de dagen daarvoor en daarna, dat is 30 september, 1 oktober en 2 oktober. Misschien 3 dagen waarin we minder zicht op zaken hebben. En dat is omdat het ook de maan afwezig is. Wij kunnen de maan niet zien. Het is donker. Het is stilte. En daarom zeggen wij altijd dat nieuwe maan is een conceptiemoment. Er worden nieuwe dingen in gang gezet. Er worden zaadjes gezaaid. Nieuwe beginnings, maar ook nieuwe endings natuurlijk. Maar omdat de maan niet aanwezig is, door natuurlijk de stand van de maan en de zon, wat het maakt dat ze onzichtbaar is voor onze ogen, 's nachts, maakt dat we ook minder zicht hebben op de situaties. Hoe dan ook, voor elke persoon is dat anders. In dit geval, en algemeen bekeken, valt dit in weegschaal. Tegen weegschaal zijn alle onze relaties, alle onze gelijkwaardige relaties, dus van mens tot mens, waarin het geen sprake is van hiërarchie. Dus hier vallen ook alle relaties van partnerschap, samenwerkingen op het werk. Ook relaties waarin therapeut, cliënt of advocaat, cliënt of relaties op het werk tussen collega's, vriendschappen tussen mensen en natuurlijk ook huwelijkrelaties, liefdesrelaties. Dus daar hebben we een kans om iets nieuws te beginnen.
Jupiter staat ook heel dicht bij deze New Moon. Wat maakt dat het de energie van Jupiter, en dat is groei, expansie, de behoefte om iets nieuws te brengen, iets nieuws te leren of iets nieuws over te dragen of te ervaren, komt hierbij. Dus het is zeker in relaties een kans om te groeien, een kans om uit te breiden, een kans om iets nieuws toe te laten ook. Hè? Buiten de box te kijken, buiten de referentiekaders van de relatie zelf. Nou, thema relaties brengt ook altijd met zich mee botsingen. Botsingen tussen mensen en elke vorm van niet tevreden zijn met je eigen gedrag of met het gedrag dat het wordt opgeroepen door handelingen of houding van de anderen. Dus wij worden daarin heel veel uitgedaagd om onze grond vast te houden, om zelf te zijn. En goed, weegschaal is ook een teken wanneer het een bepaalde zoektocht is naar harmonie en naar evenwicht en naar diplomatie en naar evenwicht, welke vorm van evenwicht dat is, tussen geven en nemen ook. Dus zoeken naar dat gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, dat vinden wij ook in weegschaal. Maar ook gelijkwaardigheid in welke relatie dan ook. Hè? Want elke relatie is gebaseerd op een overdracht van energie, van materie, van gevoelens, van een naar een andere. En het is altijd een leerproces waar hiermee gepaard gaan. Want we komen mensen niet zomaar samen. We komen samen om dingen te leren van elkaar, om dingen te ervaren, om bepaalde thema's bij ons te activeren. Hè? Dus dat zijn relaties. Relaties zijn oefenterreinen voor onze ik, hè? Onze persoon. Dus ja, hoe sta je in een relatie? Hoe sta je in jouw relatie of in relatie met andere mensen? Ben je jezelf? Durf je jezelf te zijn? Of ben je een spelletje aan het spelen voor het lieve vrede te bewaren? Dus wij hebben hier een grote kans om iets nieuws te beginnen, om iets nieuws te starten binnen onze relaties. En hier denk ik meer toch aan liefderelaties. Maar dat zullen ze ook niet zonder strijd gebeuren. Wij hebben nog steeds toch dat element strijd hierin. Natuurlijk, in elke relatie is strijd, hoe liefdevol dat relatie mag zijn, is dus altijd toch een vorm van wie het te zeggen heeft. We streven allemaal natuurlijk naar gelijkwaardige relaties. Maar gelijkwaardigheid betekent niet dat alle twee partners hetzelfde zijn. Gelijkwaardigheid betekent ook dat een bepaalde evenwicht bestaat tussen wat je inbrengt in een relatie en wat je krijgt van een andere. Dus wat je geeft en wat je neemt. En daarin moet een soort van evenwicht zijn. En op het moment dat de ene meer geeft dan ontvangt, dan krijgen we problemen. En ja, dan weer een heel ander verhaal dat het komt kijken. Maar ja, daarover, ik denk dat voor dat een heel andere soort filmpje moet maken over relaties. Nu wil ik het hebben vooral over de nieuwe man. En goed, nieuwe kansen, nieuwe beginnings, niet zonder strijd, niet zonder dat assertiviteit, hè? Want wij moeten toch onze plaats houden. En voor onze plaats gaan strijden. Hoe liefdevol dat strijd mag zijn met de anderen. Het is en het blijft een strijd. Goed. De heer van deze nieuwe man. Dat is Venus. Planeet Venus. Omdat de nieuwe man plaats heeft in weegschaal. En Venus is in Schorpioen. Wat toch aangeeft. En een kleine glimp is van het feit dat toch stille waters diepe bodems kunnen hebben en dat het zaken zijn dat we geen zicht op hebben en dat het misschien later zullen we meer zicht op krijgen op hier, wat het hier afspeelt, want nu zien we dat niet, maar het is wel aanwezig, wij voelen het, hè? Het borrelt, het is een soort van heel stille, diepe
heel diep water en daar aan de oppervlakte lijkt alles goed te zijn, terwijl in de diepte van het water van alles afspeelt en van alles voelen, hè? We voelen heel veel, hè? Het gebeurt heel veel. Wij kunnen geen vinger erop leggen. En nou, dan de zwarte maan staat ook heel dicht bij hier, want deze nieuwe maan, dus het staat heel dicht bij Venus, wat ook aangeeft dat een bepaalde stukje afwijzing zit op dat. Afwijzing, wat het wel oude pijn kan zijn, dat het vanuit onszelf kan zijn, maar ook een afwijzing dat misschien heel actueel is en dat je het heel actueel voelt. Maar laat je daar niet misleiden door dat gevoel van afwijzing. En ja, probeer toch bij jezelf te blijven. Want daar waar wij afgewezen worden, zit meestal ook onze grootste authenticiteit. Dus ja, blijf bij jezelf en ook bij stukken in jezelf dat misschien anderen afwijzen. Dat zijn nog steeds van jezelf. Dus ga je ze niet afschrijven. Laat ze bij jezelf. Ik denk als iemand van je houdt, dan moet iemand van je houden zoals je bent. Ook met minder goede dingen. Zijn deel van jou zoals je bent. Dus je kan niet stukken van je weghalen om het een perfecte ik te maken. Het bestaat geen perfecte ik. Onze mensheid en onze mens zijn is juist prachtig en schoon door zijn imperfectie. Ja, dus probeer vooral niet perfect te zijn. Zeker niet met een nieuwe man. Want nu is wel de kans om iets nieuws in de wereld te zetten. En in jouw persoonlijke leven natuurlijk. En vanaf 7 oktober hebben we planeet Mercurius. Dat gaat ook naar weegschaal. Dus dat vergroot dat relationele element. Dat streven naar evenwicht in relatie. Zoeken naar gelijkwaardigheid in relatie. Maar het brengt ook het heel veel communiceren. Wij willen praten, praten, praten. Wij willen gehoord worden. En onze gedachten delen met anderen. En ja, goed, dat is toch heel veel praten. Heel veel lucht, heel veel luchtenergie en dat kan ook heel onrustig maken ergens. Maar het kan heel veel deuren openen als het gaat over communicatie. Mijn gevoel is dat we hier toch een aantal verrassingen zullen hebben. Dat vuurelement blijft ook in deze horoscoop. Wij hebben de ascendant van deze nieuwe maan is in leeuw. En de MC zit in Ram en Uranus staat ook heel dichtbij daar. En dat is heel veel vuur, hè? Ram en Leeuw zijn vuurtekens. En vuur heeft toch een altijd onverwachte factor. Er kunnen zaken onverwacht zich aandienen. Zeker met Uranus daarboven aan de MC. Plotselinge zaken, onverwachte zaken. En ja, omdat het Uranus retrograde is, kan dat vanuit het vroeger komen. Dus oude zaken, dat het onverwacht hun kop naar boven steken. Ik heb geprobeerd om deze nieuwe maan in 12 sterrenbeelden te delen en te kijken wat doet dit met ons, afhankelijk van je zon, waar je zon in staat. Neem dit met een korreltje zout. Is natuurlijk, je kan mensen niet in 12 categorieën indelen. Een mens is niet in te delen. Is uniek. Dus ga kijken wat dit voor jou betekent, of je hier iets mee kan. En als je daar niks aan hebt, dan laat het gaan. Goed, vooral mensen, denk ik, die persoonlijke planeten hebben op dat punt, zullen meer dat voelen. Dus als je wil weten wat deze nieuwe maan voor jou betekent, en je kan je horoscoop zelf doen. Ga kijken op welke huis van je horoscoop valt dat deze nieuwe maan. En dat is het gebied van je leven waar je iets nieuws mag verwachten. Indien je dat niet kan, nou, dan ben je welkom in mijn praktijk. Ik geef consults in Antwerpen. En indien dat te ver is voor jou, kan dat ook via Skype. Voor meer informatie kan je op mijn website terecht: www.andersamen.be. Of www.annamagdalena.be. Of je kan mij bereiken via e-mail annazijna@gmail.com. Goed, hier komen de sterrenbeelden. Voor Ram valt deze nieuwe maan in het huis van relaties. Dus daar hebben jullie iets nieuws wat in je eigen relatie kan voorkomen, of een nieuwe relatie, of
een nieuwe periode in je relatie. Maar ook in elke vorm van relationele, vriendschappelijke relaties, dokter-patiënt-relatie, advocaat, cliënt, elke relatie dat gebaseerd is op gelijkwaardigheid, iets nieuws, toch wel misschien wel iets waar het heel veel energie in zit en hoppel naar buiten te komen. Voor steer. Jullie steren beginnen iets nieuws in het huis van werk. Werkgezondheid en alles wat te maken heeft met lichamelijke gesteldheid. Misschien beginnen jullie met een nieuwe dieet of een nieuwe werk, een nieuwe job. Of krijgen jullie nieuwe collega's op het werk. Of ontwikkelen jullie iets nieuws in jullie alledaagse bezigheden. Voor jullie tweelingen valt deze nieuwe maan in het huis van creativiteit, hobby's, pleziertjes. Kleine pleziertjes. Elke vorm van jezelf ervaren. Je eigen creativiteit. Plezier hebben in het leven. Van creatief zijn met schrijven tot creatief zijn met kurk. Maar ook kleine verliefdheden. Flirten met mensen. Alles valt daarin en dat is spelen. Leuke tijd hebben. Jezelf ervaren op die manier. Voor kreeft valt deze nieuwe maan in het huis van thuisbasis gezien woning. Kreeften zijn bezig in huis. Misschien nog meer hun intimiteit van het gezin bewaren of bewaken. En bezig met familie, met kinderen, met het huis zelf. Werken in huis of rond het huis. Voor leeuwen valt deze nieuwe maan in het huis van communicatie. Nieuwe manieren van je gedachten overbrengen op anderen. Nieuwe manieren van communiceren met anderen. Misschien ontdek je iets nieuws. Een trucje wat je misschien nog meer helpt om goed over te komen op andere mensen. Om gehoord te worden. Om je stem te kunnen laten horen. Voor maagd heeft deze nieuwe maan effect op het huis van financiën, van geld. Misschien nieuwe manieren om geld te verdienen. Misschien ontdekken jullie machten, nieuwe talenten bij jezelf. Het is ook eigen waarde, iets rond eigen waarde en wat ben je waard in de wereld. Dus dat daarin nieuwe mogelijkheden, nieuw potentieel bij macht. Voor weegschaal valt deze nieuwe maan in het eerste huis. Dus jullie weegschalen moeten meer naar buiten durven komen. En misschien ontdekken jullie nieuwe manieren om jezelf te laten zien. Om jezelf zichtbaar te zijn in de wereld. Om gezien te worden door andere mensen. Voor scorpioenen valt deze nieuwe maan in het huis van afzondering, in het huis van afrondingen. Misschien wel een periode waarin je meer alleen wil zijn met jezelf, met je gedachten. En kijken wat en hoe een nieuwe cyclus kan beginnen, een nieuwe fase in je leven. Iets nieuws mag starten. Voor boogschutters valt deze nieuwe maan in het huis van vrienden, gelijkgestemden, verenigingen, associaties, sportclubjes. Alles waarin je met mensen van gelijke idealen bent. En daar ontstaan nieuwe vriendschappen of nieuwe idealen of nieuwe verenigingen of een sportclub. Of alles wat met mensen mensenmassa te maken heeft of met de maatschappij in het algemeen en idealen over de maatschappij. Dus het is daar een kleine verandering in hoe je naar de wereld kijkt, boogschutter. Voor steenbok valt deze nieuwe man in het huis van werk, carrière. Hoe anders voor de steenbokken. Steenbokken werken hard om iets nieuws te zetten op hun werk. In hun carrière en om meer status te krijgen voor dat wat ze doen.
om bepaalde zichtbaarheid te krijgen in de wereld. En dat is goed hard werken, hè, natuurlijk, voor steenbokken. Voor watermanen valt deze nieuwe maan in huis van verbreden van de visie, verbreden van geloof, verbreden van grenzen. Dus misschien is het tijd voor jullie watermanen dat je buiten de box gaat kijken. En dat kunnen jullie zo goed. Hoe dan ook is tijd voor horizonten verbreden. Voor vissen valt deze nieuwe maan in het huis van intimiteit, van seksualiteit. Dus vissen hebben minder behoefte aan de buitenwereld. Vissen willen alleen zijn met hun partner, meestal de intieme partner, de seksuele partner. Maar goed, ook alle psychische processen dat daar rond afspelen. En dat zijn heel diepe, diepe intieme processen waarin het grote, grote transformaties plaats kunnen hebben. Dus ja, voor jullie vissen is misschien wel de tijd om iets af te sluiten, om iets los te laten en om iets te transformeren naar een volgende niveau. Dat was het zo'n beetje voor jullie 12 sterrenbeelden. Maar dat is maar een glimp van wat astrologie kan. Want de astrologie die ik beoefen is wel complexer. En het gaat verder dan de zon. En het gaat verder dan alleen maar waar je sterrenbeeld is. Dus wil je meer ontdekken over jezelf? Heb je vragen betreffende je bestemming, je doel in het leven? Of waarom bepaalde dingen blijven komen, blijven terugkomen? En wil je dat begrijpen vanuit een metaniveau, vanuit een andere invalshoek? Laat een horoscoop maken bij mij. En echt, ik beloof je dat je niet teleurgesteld zal raken. Het is heel waardevolle inzichten. Mensen krijgen antwoorden en mensen lopen heel lang rond met problemen. En ja, dat moet niet zo zijn, want ik ben hier om jullie te steunen, om jullie te helpen op weg. Dat jullie tot je hoogste goed mag komen en gelukkig mag zijn, hè? Dat is terecht van iedereen. Dat was het. Als jullie op de hoogte willen blijven van mijn video's, abonneer je op mijn kanaal. En dan blijf je altijd up-to-date. Ik wens jullie een goede dag. Dag.